Yo, Thomas. Sorry, man. Wat? Weet je nog toen ik je aankwam met dat project? Ja, en of ik dat nog weet. My anaconda don't... My anaconda don't want none unless you got... Ja, dat klopt, DJ. Ja, natuurlijk. Natuurlijk ben ik niet vergeten dat we morgen 3 jaar hebben. Nee, ik ben er. Oh, Bardo is, ik bel zo terug. Oh man, het is helemaal vies. Oh nee, ik heb Bardo's project verneukt. Wacht, jij maakte het project ranzig? Dat ging per ongeluk. Ik liep tegen de tafel en toen viel het... Ah, maar dat verklaart een hoop. Hoe bedoel je? Nou, je was of heel erg extreem behulpzaam, of je was aan het flirten met mij. Weet je, Bardo, met jou kan ik dit soort dingen nooit bespreken. Daarom dat ik dit deed, weet je? Om te voorkomen dat je niet overreageert. Dat doe ik nooit! Wat is er gebeurd? Ik heb mijn knie gebroken! Oh, fuck! Ach, dat was 1 keer, man. Nou, Bardo. Thomas. Ik zal voor de rest van mijn leven blind zijn. Wat? Ik heb shampoo in mijn oog. Auw. Nou, weet je, Thomas, ik moet jou ook iets bekennen, want dat project, dat was niet eens van... Wacht. Je mag wel opnemen, vandaag is jullie 3-jarige feestdag. Ja, weet je wat het is? Haar telefoontjes zijn net als treinen. Als je er eentje mist, dan komt er na een half uurtje nog een. Maar nee, Thomas, wat ik je wil zeggen is eigenlijk... Viel trouwens op? Wat? Dat je me non-stop onderbreekt? Even onderbreekt, snap je? Ik kon het niet laten, sorry. Maar nee, dat ik je help. Valt het op, dat ik je help. Ja, natuurlijk valt het op! Toen ik vrijdag naar bed ging, had jij mijn wekker gezet voor de zaterdag. Ja, wist ik wel dat het weekend was, maar ik heb je daarna wel geholpen met het vangen van je Pokémonnetjes. Oké, het zijn Pokémons en je helpt me niet door ze allemaal te vangen, daardoor verpest je het alleen maar voor mij! En de boterham dan? Was jij dat? En je post dan? Sorry hoor, maar dat was gewoon eng. Thomas, ik ga even de post doen. Thomas? Huh? The fuck? Thomas! Graag gedaan, man. Oh ja. Trouwens, en al mijn moeite voor jouw WhatsApp-gesprekjes dan? Oh ja. Yo, wat ben je aan het doen? Ik ben aan WhatsAppen, man. Ik heb bijna een date. Even eens. Wat doe jij nu? Niks, maar jij wel. Jij hebt vrijdag een date. What? Maar die date ging niet door. Oh ja, en door wie niet? Ja, bijna. Oh, Facebook official. Nee, geef eens. Thanks, ouwe. Ja, dude, dit is echt... Het is uit? Maar ik heb het net in handen en... Sorry, man. Nee, Thomas. Ik heb je nodig. Thomas. Weet je, Thomas, we moeten misschien wel elkaar iets minder gaan helpen en iets meer met elkaar gaan luisteren om meer er voor elkaar te kunnen zijn. We kunnen elkaar echt helpen in het leven door gewoon te kunnen luisteren. Oh, sorry, wat zei je? Dat je ook naar mij moet luisteren, want het was niet mijn project wat kapot is gegaan. Oké, wacht. Dus ik heb hem dus uitgesloofd met een schuldgevoel voor niks? Nou ja, als je het zo zegt, dan lijk ik echt een lul. Ik was alleen maar Darcy aan het helpen. Kom op, man. Oh, nee. Op de dag dat we 3 jaar hebben, sloop ik haar project. Wat ben ik voor vriend? Wees eerlijk en zeg gewoon dat je van haar houdt en dat het je spijt. En daarnaast heb ik ook je huis opgeruimd. Ik heb wat hapjes gekocht, kaarsjes neergezet en... Ik heb haar project gewoon schoongemaakt, zodat jij... Ze belt. Yo, met Bardo. Ja, die zit naast me. Hij heeft een hele grote verrassing voor je. Ja, echt een grote verrassing. Ja? Oké, tot straks. Maar hoe heb je dat project schoongekregen? Nou, ik had het even gegoogeld en het schijnt dat je met benzine vlekken kan verwijderen. Dus ik heb heel veel benzine gekocht en in je huis gelegd. Oh man, dat is geweldig. Dat zal ze echt leuk vinden. Een heel huis vol met hapjes, kaarsjes en ben... Benzine. Oh, nee, je brandt mijn huis af met je kaarsjes en je benzine. Ik bedoelde het niet zo. We kijken positief. Je rookalarm werkt. Is dat het enige waar je aan kan denken? Nee, we luisteren tenminste naar elkaar nu. En je hebt Darcy een grote verrassing beloofd. En dat krijgen ze nu, hè? Succes. Gasten en bedankt voor het kijken naar de nieuwe Banjo Movie. Zoals je hebt kunnen zien waren Thomas en ik niet echt bepaald hele goede luisteraars. Maar dat was ook niet heel erg nodig, want onze problemen waren niet heel erg groot. Maar er zijn in Nederland mensen met echt serieus grote problemen die het gevoel hebben dat er niet naar hun geluisterd wordt. Voor die mensen is er een geweldig initiatief, namelijk de Roomie. De Roomie is een vierkant die je zichtbaar kan plakken, zodat die mensen weten
dat jij bereid bent om te luisteren naar hun verhaal. Door met z'n allen een roomie te gaan dragen, kunnen we ervoor zorgen dat het duidelijk wordt aan iedereen dat mensen bereid zijn om te luisteren naar elkaars problemen en elkaar ook te helpen. Als je meer wil weten over de roomie, check de link in de beschrijving. En als je daar beneden toch bent, geef vooral ook een blauw duimpje en abonneer op mijn kanaal hier beneden. Daarnaast vraag ik je om deze video te delen met al je vrienden en vriendinnen via Facebook, Twitter of wat dan ook. Je zou mij er ongelooflijk blij mee maken. En daarnaast, nogmaals, check de link in de beschrijving. Bedankt voor het kijken en ik check jullie later!